Goedemorgen. Het is 9:30, denk ik. Jarno moest om 9:00 werken. Oh, het zit mijn haar weer echt. Ik heb echt een vogelnest op mijn hoofd. Die ging er dus om 7:45 uit of zo. En sindsdien kon ik niet meer slapen. Dus ik heb een aflevering Gossip Girl gekeken en een beetje op mijn telefoon. En dacht ik, nou, ik ga er maar uit. Want dit poesje was weer zo hard aan het mouwen. Je komt ook zoveel aandacht tekort. Ja, je bent zo zielig. Dus, ik ga zo sporten. En ik heb even ananas als ontbijt. Nou, niet alleen als ontbijt, dat is niet genoeg. Lijkt me, nee, vind je niet lekker? Vind je dit lekker? Nee, zie wel. Ja, ik ga jou aaien. Dus ik ga zo eerst even sporten. Zo, poes op mijn schoot. En daarna gaan we samen hier lunchen. Ik moet om 4:30 weg, want ik heb vandaag een bruiloft. Yay! Dus ik moet om 4:00 al werken. Maar ja, tot die tijd heb ik gewoon even relaxed. Dus dat is wel heel fijn. Ik heb alleen even een mascara opgedaan en iets op mijn lippen. Want ik vond dat ik er zo bleek uitzag. Maar deze camera, als je dan jezelf ziet, dan ben je altijd roder dan je bent. En dan soms zeg ik dan, oh, ik zie zo rood uit. En dan zie ik het terug op de computer en dan ben ik helemaal niet rood. Ik denk, oké, dus niet. Maar ik heb sportkleren aan. Ik heb gewoon de groene Nikebroek aan en een zwart hemdje. Maar van trui, want het is best wel koud. Die bloemen, echt, I mean it. Ik ben er echt, volgens mij staan ze al bijna 3 weken. En ze waren maar 3 euro, dat is 1 euro per week. Oei, money, money, money. Oké, ik ben aan het treuzelen. Ik heb eigenlijk echt helemaal geen zin. Maar ik weet dat ik er ben en dat ik het wel weer lekker vind. Ik ga niet meedoen met de groepsles vandaag, maar gewoon krachttraining doen. En ik twijfel een beetje tussen bovenlichaam of benen. Ik werd vanochtend weer wakker van herrie en ik gaf mijn bovenbuurman dan de schuld. Maar ik geloof zo waar dat het iets anders is, want het staat hier beneden. Bij de Jumbo broodjes gekocht en pesto, want ik heb deze meegemaakt. En kipsatésalade. En we hebben nog steeds die actie van de 2 voor 3,50. Dus dit keer heb ik mango ananas. En uiteraard, hey, wat dacht jij? Wat dacht jij? Wat dacht jij? Ga eens weg. Ga eens weg. Ga eens weg. En mozzarella. Mozzarella. It's a good life. Ik zit in de auto naar het werk. Ik bedenk me nu ineens. Ik zeg altijd, ik zit in de auto. Terwijl jullie zien dat ik in de auto zit. Dus ik hoef het eigenlijk niet te zeggen. Nou ja, we hebben vanmiddag Expeditie Robinson teruggekeken. En even voor iedereen die Expeditie Robinson kijkt. Welk team ben jij? Wij zijn echt team Kai. 100% team Kai. Ik vind hem echt fantastisch. Hij moet gewoon winnen. Ik vind hem gewoon een heel leuk, sympathiek persoon. Maar daarnaast is hij gewoon ook een echte Robinson, vind ik. En ik baalde ervan dat die comedian, hoe heet ze ook weer? Sudunsu, Sadunsu, weet ik veel, Sulusu. Dat die er niet uitging, want ik vind haar gewoon niet zo leuk. En ik heb dan ook, kijk, ik snap dat als je echt een claustrofobie hebt, dat dat echt een probleem is. Maar ik denk, ja, doe daar niet mee aan zo'n soort wedstrijd, want je weet dat je hier last van gaat krijgen, weet je wel. En dan vind ik het gewoon sneu voor de anderen dat die daaronder lijden. En dat dat team zo uitgedund wordt en dat Brace dan zijn Achillespees ook nog scheurt of afbreekt zelfs, geloof ik. Maar ik vond het zo spannend. En ik heb dus zo'n premium account op RTL.
En ik hoopte zo erg dat ik vooruit kon kijken, maar dat kon niet. Dus ik moet nu gewoon weer mee wachten. Maar ja, ik vind het nog steeds een fantastische serie. Maar ja, een serie noem je het een serie? Ja, het is wel een serie toch? Ja, een Nederlandse serie. Dus als je het niet kijkt, dit is het moment. Je hebt pas 3 afleveringen gemist. Ga terugkijken, want het is het waard. Echt, het is het waard. Dus even mijn liefde voor Expeditie Robinson. 10K. En ik heb dus bruiloft vanavond. En daar heb ik heel erg zin in. Ik ga weer uitgebreid verslag doen. Hoe ze eruit ziet en hoe en wat. Dus dat horen jullie straks allemaal. Ik ben terug van het werk en ik heb zo'n intens leuke avond gehad. Het bleek dus een bruiloft te zijn van allemaal bekenden. Wel zeg maar vage bekenden, maar heel veel die mijn oudste broer kennen. Maar ook heel veel die ik gewoon ken van het uitgaan. En nou, het was echt bizar. Eentje waarbij ik op de basisschool in de klas heb gezeten. Ik denk van de 40 daggasten dat er echt 20 bekend voorkwamen. En ze kenden mij ook allemaal, dus dat was zo gezellig. En ze wisten ook dat ik vlogde en het allermooiste was. Of dat, ik weet nog steeds niet, het moet haast toeval zijn geweest. Een van die mannen, of 2 mannen, hadden een ABC gemaakt. En daarin kwam gewoon een foto van mij met de bruidegom. Want een van die vrouwen of vriendinnen, die kijkt volgens mij op de vlogs. Dus als je kijkt, superleuk. En die wilde toen met mij op de foto, want ik was Sophie van de vlogs. En die foto werd gewoon gebruikt. Dus ik was echt zo, wat? En ze wilden heel graag ook dat ik een stukje zou vloggen, maar... Ja, ik heb op het werk afgesproken dat ik niet meer vlog in werkkleding en ook niet op het werk. Dus ja, helaas kon dat niet. Ik had het heel graag gewild. Ik hoop jullie nog eens tegen te komen in het dak. En dan doen we het uitgebreid over met heel veel van jullie in de vlog. Maar het was zo leuk. En volgens mij liep het allemaal echt super goed. Dus ja, ik heb echt genoten. Echt. Het is wel 3:15 en ik moet de vlog nog doen. Dus ik ga ze malle eventjes hem online zetten, thumbnail en douchen en slapen. Ik ga de vlog vast afsluiten bij deze. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen.